Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga de januari reading doen voor de maagd. Het duurde eventjes. Soms kan het niet allemaal tegelijk. Hallo maagd, wat hebben we voor jullie? Voor de komende maand. Vanaf het moment dat je deze reading kijkt. Tijd is vloeibaar, hè? Het kan altijd gebeuren. Mocht je nog geen abonnee zijn, druk op de bel. Het is gratis. Misschien iemand in je omgeving die waaraan je moet denken als je deze reading hoort. Wow. Oh, kijk eens. Ego. Het ego. Ik ben heel benieuwd. Oh ja, en de playlist die heb ik inmiddels opnieuw gecategoriseerd. Zodat je ook kunt zoeken per sterrenbeeld. Dat is wat makkelijker. En ze staan ook op de maand. Wanneer de video's zijn gepubliceerd. Nou, je ziet het vanzelf. Deze. Oh, die valt niet voor niks weer terug op zijn kop. Wat is er voor de maagd? Mooi aardeteken. Deze moet eruit. En deze moet eruit. Heel duidelijk. Oh, kijk eens. Nou, we hebben hier het ego. In de weerstand. Nou, er is hier een maagd die duidelijk in zijn ego zit. In zijn of haar ego. Heel erg met rationeel aan het denken is. Ik zie ook heel veel heen en weer gedachtes. Maar alles vanuit inderdaad de mind en daardoor ook de weerstand die er is. De maagd is met iets bezig. Iets wat hem of haar, hè, het is vice versa. Je bent met iets bezig wat je heel erg bezighoudt. En waar je nog niet uit bent. En dat heeft te maken met een situatie of met een persoon. En de bril die er ook uitvalt, dit betekent iets, hè, kijken door een roze bril. Dat betekent dat je een beetje in de negativiteit zit. Dat het de kwestie waar je mee bezig bent, misschien komen we daar straks achter, hè, in de kaarten, maar je weet zelf waar ik op doel. De situatie die je in je hoofd hebt zitten en waar je eigenlijk best wel overuren over piekert. Die benader je met name vanuit een doemscenario. Misschien beren op de weg. Ik heb ook heel erg het gevoel dat je te maken hebt met een ander persoon die daar ook bij betrokken is, bij die situatie. Of dat het om een persoon gaat in een liefdessituatie of in een werksituatie. Waarbij het heel erg belangrijk is dat je bij jezelf schuilt. Dat je je niet laat aanvallen, dat je je niet iets op de mouw laat spelden. Maar ook vooral dat je je iets niet laat aanpraten. Dat is wat ik heel erg voel. En je begint te twijfelen aan de invloed die die ander op je heeft. Daarom begin je te twijfelen aan van hoe moet ik nog denken? Kijk nou. Oh, deze kaarten. Ja, in de readings komen ze heel erg veel naar voren in de afgelopen tijd. Het heeft namelijk ook alles te maken met dat er iemand invloed op je heeft waardoor jij jezelf afwijst. En je bent ook weggeëpt van je hart, van je intuïtie, omdat er iemand is die op je inpraat. Dat is wat ik een beetje voel. Daarom is het heel belangrijk dat je er voor jezelf bent. Maar er komt een aha-moment. Op een gegeven moment heb je dat door. Ja, ik heb heel erg het gevoel dat je je hebt laten beïnvloeden of dat je je gaat laten beïnvloeden door iemand. Want dat speelt misschien al, maar het is voor de komende maand. Dat je ergens in wordt meegetrokken of meegenomen. En dat is zo dominant aanwezig
dat je eigenlijk te ver van jezelf wordt verwijderd. En daardoor ontstaat er ook weerstand, omdat het eigenlijk tegen je gevoel indruist wat er gebeurt. Het is de bedoeling om daar nog op tijd bij te zijn. En dat komt, want je krijgt een openbaring, je krijgt een aha-moment, je krijgt een inzicht. Je krijgt een inzicht en dan weet je het. Ik ben heel benieuwd of die situatie naar voren komt in de kaarten. Wat is er voor de maagd? En je staat een beetje, ja, je bent in je ego omdat je er met je verstand bij wil blijven. Wat is er voor de maagd nog meer? Oh, kijk eens. Het heeft met geld te maken ook. Ja, het heeft met geld te maken. Iets waarin je wordt beïnvloed, waardoor je misschien in zee wil gaan met iemand wat geld gaat kosten. Het heeft met financiën te maken. Ja, het gaat geld kosten. En misschien dat je zelfs denkt van, word ik nou in de maling genomen? Of klopt dit wel? Onderzoeken is belangrijk. Ja, onderzoeken is belangrijk. En je bent een beetje. Oeh, kijk eens. Ja, dit verbaast me ook helemaal niet. Je hebt te maken met iemand die zichzelf niet laat zien. Iemand die een masker op heeft. En voor mij betekent het in deze legging iemand die, ik zeg niet oraan wil naaien, maar iemand die er niet helemaal eerlijk in zit. Iemand die toch probeert om te manipuleren. En dat klinkt weer heel erg negatief. Ja. Maar iemand probeert iets door te drukken en voelt bij jou dat hij, nou, dat het nog niet, dat het best wel eens zou kunnen lukken. Omdat je misschien kwetsbaar erin zit, er zit gevoel bij, er zit belang bij. Heb je iets nodig van diegene? Is dat het misschien, dat je je daardoor, of dat je het zo graag wilt krijgen? Waardoor iemand daarop inspeelt en eigenlijk ook gebruik maakt of misbruik maakt van je emoties. Ach, kijk nou toch. Ja, ik vind het heel vervelend om te zeggen. Ja, deze twee kaarten vallen eruit. Volgens mij heb ik dit nog nooit in een reading gehad. Je hebt te maken met iemand die een masker op heeft. En je hebt te maken met iemand die een player is, een vrouw of een man. En dit is dezelfde persoon. Dat is heel duidelijk. Dit is heel duidelijk voor mij. Ja, en het heeft met geld te maken. Ja, het heeft met geld te maken. Iemand die wil jou iets verkopen misschien. Iemand probeert in ieder geval op je correctheid in te spelen. Op je fatsoen, op je nette burger zijn. Hoe moet ik dat zeggen? Pas op om een handtekening te zetten. Dat is wat ik heel erg. En je hebt het gevoel in die afwijzing dat je weet ergens dat er iets niet in de haak is. En toch gebeurt het zo fnuikend. Het sluipt erin. En dat heeft te maken met dat je niet genoeg informatie hebt over de kwestie waar het over gaat. Ja. Iemand wil jou iets verkopen of iets afhandig maken, iets wat jij in bezit hebt en van je overnemen. En dat je misschien daar heel bekaaid van afkomt omdat je te snel erin ingaat. Omdat het ook in je belang is om er vanaf te zijn of om het te krijgen. Het heeft met een koop of met verkoop te maken. Nou, dit is weer eens wat anders dan de liefde. Maar het is echt een transactie. Het heeft te maken met een transactie. En het kan met de liefde te maken hebben als het gaat om misschien een opsplitsing, het huis verdelen, de inboedel verdelen. Maar er is iemand die jou er bekaaid vanaf wil komen. Kijk eens, een oudere dame, een oudere vrouw. Het is iemand die ouder is dan jij. Het kan ook een man zijn. Het kan een vrouw zijn die player is.
iemand die jou op een of andere manier toch ergens wil, nou ja, oplichten. Maar oplichten, maar wel met jouw toestemming, want je ziet het misschien nog niet. Maar er komt een openbaring, maagd. Ja, ik hoop dat dat betekent dat je op tijd aan de bel trekt. Dat je op tijd betrouwbare mensen om je heen hebt die jou daarvoor behoeden. Kijk eens. Oh, ja. Iemand die zich voordoet als vriend, maar die is het niet. Is het misschien iemand die jij kent en waarmee je een financiële situatie hebt? Iemand die iets van jou overneemt of iemand waarvan jij iets wil overnemen? En diegene is opeens wel heel erg in zijn eigen voordeel aan het denken, maar op een te glibberige manier. Ja. En het begon met een roze bril, denk ik. Het begon met een roze bril. Je had vertrouwen. En die roze bril die heb je intussen afgedaan. Je bent in je mind gaan zitten om je verstand erbij te houden. Ik denk dat het begon met een roze bril. Dat het iemand is waar je vertrouwen in had. Een bekende, een kennis of misschien wel een relatie van een relatie. Waardoor je eigenlijk al gekleurd, wou ik zeggen, positief gekleurd was en daar niks hebt achtergezocht. En dat er opeens, kijk nou, dat er opeens dat diegene er heel naar zakelijk in gaat zitten. Ontworteld, je voelt je bekneld, je voelt je, ja... Je merkt dat je tijdens een onderhandeling dat je jezelf moet bijstellen in je gedachten. Dat je goedgelovigheid, dat je bijna jezelf tot de orde moet roepen. Omdat je weet van hey, wacht eens even. Ja. Je bent van een positieve instelling, een positieve tegemoettreding naar die ander, ben je gaandeweg in de weerstand gekomen en voel je aan dat er iets te snel of te gladjes, nou, ik herhaal mezelf, is het een oudere dame of een oudere man waarmee je te dealen hebt? Ben je zelf diegene die ouder is? En dan, ja, ouder. Het is niet een ouder iemand, maar ouder dan jij. Maar jij kan het ook zelf zijn, hè? Kijk wat resoneert. Het kan vice versa zijn. Ja. En wat ik ook hierin proef is dat... het is een bekende van je of een bekende van een bekende... En je ziet opeens dat je moet veranderen van houding. Dat je er anders in moet zitten. En ik heb het gevoel dat je nog twijfelt of je dit überhaupt wel moet laten doorgaan. Of dat je er helemaal vanaf moet zien. Of dat je gewoon in een soort andere onderhandeling terechtkomt om voor jezelf... Maar het wordt gedoe. Het wordt gedoe, maagd. Het wordt gedoe. Ik kijk wat de wijsheid van het orakel hier zegt. Kijk nou, rechtvaardig. Ja, jij wil rechtvaardigheid, maar er is hier geen rechtvaardigheid. Er wordt hier een heel sluw spel gespeeld. Dat gevoel heb ik. En er wordt geprobeerd om misbruik te maken van je goedheid of van je fatsoen of van je correctheid als mens. Ik herhaal het weer, maar het is heel duidelijk voor mij. Ja. Ja, je hebt die roze bril ondertussen afgezet. Ja, je bent eigenlijk ook een beetje teleurgesteld. Teleurgesteld. Wijs, kijk nou eens. De oomkaart zegt wijs, wijs. Je bent heel wijs, maar je laat je van de wijs brengen. Dit is zo duidelijk, deze kaart. Je laat je van de wijs, het gaat nog gebeuren, hè? Je laat je van de wijs brengen, maar uiteindelijk niet. Uiteindelijk niet, want je wordt een keer wakker of je gaat naar bed met een inzicht.
En dan heb je door, dit kan niet, dit klopt niet. Welke associatiekaart hoort daarbij? Je laat je van de wijs brengen. Welke associatiekaart? Ik ben heel benieuwd. Het is echt, het is een heel nare kaart om naar te kijken. Het lijkt bijna alsof je inderdaad gewond raakt. Hoe zeg je dat nou? Je van de wijs laten brengen. Er wordt met een bijltje gehakt. Wat jij niet kent. Jij kent het niet om op deze manier met iemand in een zakelijke omstandigheid te komen. Iemand die probeert jou, ik wou bijna zeggen, een arm af te hakken. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Iemand die probeert om je, ja, om je te belazeren. Om je te bedonderen. Het is ongelooflijk dat deze twee kaarten eruit komen. De associatiekaart bij de oomkaart. Je laat je van de wijs, maar je laat het niet gebeuren. Je laat het niet gebeuren. Diegene krijgt het niet voor elkaar, want je bent er op tijd bij. Rechtvaardig. Ik wil kijken wat er in het boekje staat. Ja, die rechtvaardigheid heeft te maken met jouw fatsoen als burger die het ook niet doorheeft. Ben je misschien 38? Ik ben heel erg benieuwd. 38. Wezenlijke betekenissen. Evenwicht, rechtvaardigheid, keuzes afwegen, wederzijds voordeel. De wet van oorzaak en gevolg, wederzijds voordeel. Ja, boodschap van het orakel. Het leven zorgt voor leerzame uitdagingen en ervaringen die op den duur met elkaar in evenwicht komen. Je beweegt van inactiviteit naar activiteit. Van ontdekken naar liefhebben, van loslaten naar weer zijn wie je bent. Het leven is als een slinger die heen en weer gaat tussen al deze fasen. Je beweegt altijd heen en weer tussen doen en zijn. Als je op dit moment niet tevreden bent met de situatie, bedenk dan dat alles op zijn tijd komt. Accepteer dit zonder oordelen en je zult zien dat het universum helemaal in evenwicht komt. Je zaait wat je oogst. Elke oorzaak heeft een gevolg. Je zult nu wonderen ervaren. Nou, dit is een hele wijze boodschap. Maar het heeft allemaal te maken met die openbaring. Er is iemand die jou van de wijs probeert te brengen. Die jou iets probeert te verkopen of afhandig te maken. En jou wil laten geloven dat het een fantastische deal is. Maar dat is het niet. En je voelt je echt eventjes wankelen. Je voelt je ontworteld. Je voelt je wankelen. Je voelt jezelf wankelen. Schuil bij jezelf. Kom terug bij jezelf. Ja, het is heel belangrijk. Maar er komt wel iemand. Ik heb het gevoel dat die openbaring wordt ingegeven door een betrouwbare vriend of familielid. Je hebt te maken met iemand die niet eerlijk is. Nou, maagd, ik herhaal mezelf. Het heeft te maken met financiën. Ja, misschien moet je het afblazen. Ik weet het niet. Iemand die zich voordoet als vriend, maar het dus niet is. En dat kan ook zijn dat jouw bekende, dat het als het een bekende van een bekende is, dat je teruggaat naar de oorsprong van hoe je met deze persoon in contact bent gekomen. Maar er is iets niet zuiver. Nou, maagd, dit is de reading voor het moment vanaf het moment dat je deze reading kijkt naar de komende maand. Succes!